beginnen met de eerste in deze sessie. Dat is Ronald Mann. Hij draagt op zijn badge de titel Managing Director Rock'n Toys BV. Wij maken elektronische speelgoed en videogames. En ik heb twee producten bij me. Waarvan één hier op aangekondigd. En de andere kun je zien bij een standje in de buurt van de ingang. Naast mij en een bak met 4 kilo sushi. Een klein spiegeltje dit product. Wat het is een luchtdrum. Ik heb twee drumsticks in mijn handen. Dit is de hi-hat hier. Zijkanten zijn cymbals. De tom die kan knoffelen met mijn voeten. Een bass drum en een hi-hat. Dit is wat voorlopig iedereen kan horen deze kant. Dus een onzichtbaar drumstel waar je op kunt drummen. Nou, een aantal van jullie zullen het waarschijnlijk herkennen, het idee van de Nintendo Wii, de spelcomputer van Nintendo, die je als je voor de televisie staat kunt testen, muziek kunt maken en heel veel andere dingen kunt doen. Het leukste is, we zijn begonnen met het maken van deze producten voordat Nintendo Wii bestond, voordat Nintendo Wii was aangekondigd. Zijn naam is Bart van Gogh. En Bart, ik weet niet of jij nu ook het verhaal zonder plaatjes gaat houden, maar ja, je hebt niks bij je om te laten zien. De producten die gaan elkaar met elkaar combineren, maar eigenlijk was dit ook zeg maar, voor mij het startpunt. Dat, ja, je leest overal over het gewicht van kinderen en het ene onderzoek valt over het andere onderzoek. En twee weken geleden las ik weer iets op nu.nl dat er weer een onderzoek was dat ja, kinderen toch te weinig bewegen of bezig waren. Allemaal hartstikke mooi en aardig, maar volgens mij weten we dat samen allemaal. En volgens mij moet je nou echt gaan doorpakken en elkaar producten voor gaan ontwikkelen die we ook echt kunnen gaan inzetten. Daar hebben we nou een aantal producten voor bedacht. Ik zal het daar even laten zien. De Soundsteps, dat is gewoon een klein kastje zeg maar, wat je gewoon mobiel in klaslokaal 1 neer kunt zetten, s'morgens voor groep 2. Dan kunnen ze op een speelse manier gewoon stoelendans doen. Laten zien. En dan wat je eigenlijk gewoon hier ziet is van, nou, ze zetten het product aan, dan liggen aan en uitgemaakt. Leuk was, ik heb natuurlijk twee kinderen thuis, ik zet een prototype neer en in de bak, er zit een kaartje bij. En ja, die kan er in de ene leufje en ja, het spel werkt eigenlijk al. En dan is het uitgangspunt bij ons dat de kinderen, de gebruikers, zelf het product activeert. Dus als jij niks doet, gebeurt er niks. Het kind wordt dan eigenlijk beloond, zeg maar, op het moment dat hij zelf gaat ontdekken. Want wij willen beleving en fantasie willen wij benadrukken. Dus wij zijn met name geënt op open-ended play. En zo min mogelijk voorgeprogrammeerd spel. Want er is al heel veel voorgeprogrammeerd. Maar het kind doet gewoon een pakte kaart met een illustratie op één tekening. Is eigenlijk het kader voor het kind. En zeg maar, hé, er staat een dier op. Er zou bijvoorbeeld dierengeluid kunnen zijn. En op het moment dat kinderen dan zijn over die staptekens gaan lopen. Daar zit een techniek, is namelijk niet zo belangrijk, maar er zit een bepaalde technologie in waardoor je actie-reactie krijgt. En dan zou je dus een spel net liefhebben, of stoelen dansen, of een toonladder. Of we maken net als Ronald van die strategieën, maken we een groot drumstel. Ja, of dat dan een goed idee is om uit te leren, maakt het dat weet ik niet. Maar het is wel ontzettend goed voor die kinderen. Het verhaal in de notendop van Willem. Het heeft ook weer te maken met educatief speelgoed. Willem, neem ons mee op jouw pad. Ja, ik wil niet alleen gelaten worden. Maar loslaten is een van de eerste dingen wat we als testobject hebben gebruikt is Tiktals. Dat is een tafel waarbij je tegen elkaar speelt. In het centrum krijg je een patroon te zien en dat moet je gewoon nabouwen. Dit stimuleert ruimtelijk inzicht, dit is goed voor fijne motoriek. En als je het samen speelt is het ook extra leuk. Dit is een filmpje van het prototype van de Tic-Tac. Zet de boom links van het huis. Het is volledig fysiek. Het kind heeft een boom en een huis. En je hoeft dus niks uit te leggen over hoe je moet werken. Rechts van het huis. Let op, de boom staat links van het huis. Goed gedaan, zet de boom voor het huis. Goed gedaan, zet de boom achter het huis. Het kind is dus niet verteld wat het moet doen. Hè? Het is gewoon neergezet en zegt van nou, speel maar. En zodra het huis erop gezet wordt, dan weet de computer, hé man, we gaan met het huis spelen en start de juiste
content op. In deze doos zit dus een computer en een detectietechnologie die objecten kan detecteren. Goed gedaan, bezet de boom voor de muur met de tiller. Deze applicatie is ontwikkeld door Jego, een leermiddelenfabrikant die met ons samenwerkt. Deze applicatie is ontwikkeld door Zwijnsen, een van de belangrijke spelers in het buitenland.